In de nacht van vrijdag op zaterdag, iets voor 2 uur, is er een dodelijk ongeval gebeurd tussen een auto en fietser op het kruispunt met de Paul Krugerstraat en de Dennenstraat in Nijmegen. De fietser werd na de aanrijding door de opgeroepen hulpdiensten gereanimeerd. Volgens omstanders kwam het 37-jarige slachtoffer te overlijden. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies heeft plaatsgevonden. 2 personen zijn inmiddels aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke ongeval. Het gaat volgens een politiewoordvoerder om 2 mannen van 28 en 52 uit Nijmegen. Zaterdagochtend is de schoorsteen van de oude steenfabriek van Erlecom gesloopt. De grote schoorsteen was niet meer in gebruik en werd met een grote sloopbal tegen vlakte gebracht. De reden dat er een sloopbal werd gebruikt en geen explosief is onbekend. De sloop duurde de gehele dag en trok veel bekijks. De steenfabriek zelf is 1,5 jaar geleden al gesloopt. Gemeente Overbetuwe gaat weer van start met een tegelruilactie. Na het succes van vorig jaar is er ook nu weer een editie. Sinds afgelopen vrijdag tot en met donderdag 11 april kunnen inwoners van de gemeente zich weer aanmelden voor de actie. Hiermee kan men tegels uit de tuin gratis inruilen voor plantjes. De gemeente haalt de tegels op 20 april op en op dezelfde dag kunnen de gratis plantjes worden afgehaald op de gemeentewerf. Met de actie wil Overbetuwe de leefomgeving klimaatbestendiger maken. En dan nog even een blik op de sociale media. De VVD in Mook en Middelaar laat weten dat de provincie Limburg goedkeuring heeft gegeven op een subsidieaanvraag voor een nieuw dorpsplein in Plasmolen. De partij laat weten nu door te willen pakken en de komende tijd druk te zullen zijn met alle voorbereidingen intern. Hieronder vallen onder meer het kiezen van een ingenieursbureau, het uitwerken van het ontwerp en de laatste loodjes afstemmen met de aangrenzende horeca en bewoners. Wandelen is gezond en daarom prijst gemeente Beuningen nog eens de Beuningse ommetjes aan. Diverse korte wandelroutes door de gemeente. Inmiddels zijn nummer 24 en 25 hiervan online gekomen. De ene loopt rond de Koningsstraat, één van de oudste wegen van Nederland, en de andere gaat richting Ewijk en komt langs enkele bezienswaardigheden. De ommetjes zijn te vinden op wandeleninbeuningen.nl. En Benny Solo kondigt met een video op Instagram nog eens het jubileumfeest van SC NEC aan. Zaterdag 23 maart bestaat de supportersvereniging namelijk 60 jaar. En dat wordt gevierd met een feest in de Fasum in Nijmegen. Er zijn die avond verschillende optredens van feestacts, waaronder natuurlijk de Shornies, waar Benny Solo zelf onderdeel van is. En de avond wordt gepresenteerd door stadionspeaker Gerry van Kampen.